Een gedoe in de Tweede Kamer gisteren om een vlag. Ja, het was een dag als alle anderen in Den Haag. Ze waren in de zaal en er werd gestemd over verschillende moties. En toen boden Kamerleden Sjoerdsma van D66 en Dassen van Volt, Vera Bergkamp, ineens een cadeautje aan. De Europese vlag, omdat het Europadag was. Maar ook omdat deze vlag nog niet in de Tweede Kamer hangt. Wel de Nederlandse vlag, maar dat vinden deze Kamerleden dus niet genoeg. Wat hen betreft komt er een extra vlag bij. Ondanks dat 2 jaar geleden nog een meerderheid tegen zo'n Europese vlag in de Tweede Kamer was. Nou, er ontstond flink wat rumoer na dit moment, vooral vanuit de hoek van de PVV. Voor democratie en vrijheid en hoop. Dank. Ik zal aan de bode vragen. Ja. Ja. Ik zal, kijk, het is een, wacht, ik wil erop reageren, zeker. Het is een present van mij, en u weet, meneer Sjoerdsma, dat er een kamermeerderheid nodig is voor een vlag in deze zaal. Maar ik zal hem als cadeau aannemen en dan gaan we weer verder. Ja? Nee. Dit is een stemmingsmoment. Nou, wat was daar nou allemaal aan de hand? Ja, wat verdrietig, hè? Nou. Het was toch een beetje een stekkermoment. Ik dacht echt wel aan Jolande Sap van een aantal jaar geleden. Dat je probeert iets ludieks te doen en dat het dan mislukt. Dat je dan ook niet denkt van, oh, ik moet misschien van tevoren die vlag zo uit zijn verpakking halen dat hij gelijk te zien is. In plaats van dat je staat te puzzelen daar. En ook wel een beetje vreemd, omdat inderdaad, de voorzitter terecht aangeeft. Als we een andere vlag of een extra vlag in de Tweede Kamer willen, dan gaat de Tweede Kamer er zelf over. Dan is er een meerderheid voor nodig. En die meerderheid is er niet. En ze krijgen hun zin niet. En gaan nu onder het mom van iets ludieks dat toch een beetje proberen de aandacht te krijgen. En dat is gelukt, kunnen we constateren. Ja, maar of het nou positief is voor deze politici en überhaupt het algemene beeld wat mensen hebben van de politiek? Ja, het is theater. En nu is politiek theater. Maar ja, ik vond dit allemaal slecht bedacht en slecht uitgevoerd. Ik moet wel zeggen, Wouter, het is natuurlijk best wel regelmatig terecht ook kritiek op de Kamervoorzitter, maar dit loste ze wel soepeltjes op. Ja, ik denk ook dat ze zich wel een beetje schaamt, want het is haar eigen fractiegenoot die daar staat een show te maken, terwijl zij het allemaal maar weer moet oplossen. En ze heeft het natuurlijk al behoorlijk zwaar in de Kamer, met geregelde confrontaties, ook ter rechterzijde en ook vanuit de PVV, maar ook Forum. En nu vanuit de eigen partij dus het verstoren van de orde. Ja, raar.